anders dan anders. Ja, oh, deze vind ik wel heel leuk. Huh? Ik heb nog wel een kleine disclaimer voor jullie. Oeh, deze vind ik ook heel leuk. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een adventskalender unboxing voor jullie. En het is dit keer niet zomaar eentje, het is namelijk die van My Jewelry. Ik ben echt ontzettend benieuwd naar die van dit jaar. Ik heb vorig jaar ook deze adventskalender unboxed. Nou ja, niet deze, maar van My Jewelry. En ja, daar was ik niet helemaal enthousiast over. Ik weet het niet zo goed. Het was een beetje mixed feelings. Je kon het echt geweldig vinden, de adventskalender, of niet. Of een beetje middelmoot. En ik denk dat ik een beetje in de middelmoot zat. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die, ja, dit jaar hoe de inhoud eruit gaat zien. Dus ja, we gaan het allemaal meemaken. Doe een duimpje omhoog als je zin hebt in deze video. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we snel beginnen met de My Jewelry adventskalender van 2021. Dit is de adventskalender van dit jaar. Ik moet hem uiteraard nog even open doen. Maar je krijgt hem dus in een zwarte doos binnen. En dan staat er op... Wat staat er eigenlijk? My Jewelry, a magical countdown. All you ever wanted. 10 days of magical My Jewelry treats. Dus dat is de buitenkant. Ik ga hem openmaken. Wat staat er hier? Merry Christmas. En dit is de inhoud van dit jaar. Ik vind het wel heel vrolijk uitzien met die kleurtjes allemaal. Glitter, rood, roze. Maar ik vind het wel jammer dat het niet... ik weet niet, echt een kerst... Het is anders dan anders. Op zich ook wel weer leuk, want daar onderscheidt mijn jewelry zich wel in. Als in de vorm van adventkalender, want het zijn dus allemaal doosjes. Misschien kan ik er even eentje uithalen. Kijk, zo ziet het eruit. Echt een cadeautje eigenlijk. En dan staat er met zo'n labeltje op... Nou ja, welk dag het is. Maar zo ziet het eruit. Dus ja, op zich wel leuk. Maar ik vind echt zo'n heel kalender. Zo'n hele prachtige kalender ook heel vet. Maar goed, we gaan het zien. Het gaat natuurlijk ook om de inhoud. Dit jaar heeft My Jewelry dus weer 10 vakjes of doosjes. Dus helaas geen 24. Vind ik ontzettend jammer. Want ik vind het gewoon leuk om elke dag tot kerst, zeg maar, een vakje open te maken. Al vanaf 1 december. Dit jaar kost deze My Jewelry adventkalender 60 euro. En de waarde is 160 euro. Dus dat is op zich wel een goeie. Je haalt de waarde dus zeker goed uit. Dus ontzettend benieuwd. Laten we gewoon snel beginnen. Oh ja, ik heb nog wel een kleine disclaimer voor jullie. Wat ik echt ontzettend jammer vind wel. Ik heb deze adventkalender opgestuurd gekregen van My Jewelry. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten mocht je hem zelf willen. Maar helaas hebben ze dit jaar de regels iets veranderd. Want ik mag niet tot vakje 10 de vakjes openmaken. Zodat het ook voor jullie nog een verrassing blijft wat er in vakje 6 tot met 10 zit. Ja, ik vind het wel heel jammer. Want ik vind het wel leuk in dit soort video's om echt alles te laten zien. Maar ik ga dus vandaag vakje 1 tot met 5 openmaken. Ik heb hem namelijk ontvangen als preview. Zodat ik van tevoren al een beetje kan, ja, weten wat erin zit. En dan blijft het nog een verrassing voor jullie. Wat er dus in de laatste vakjes zitten. Maar goed, ik dacht misschien als jij benieuwd bent naar vakje 6 tot met 10, dan kan ik die unboxen op mijn Instagram stories. Dus ik zou zeggen, check even mijn Instagram, @floordelven, want vanaf vandaag, wanneer jullie deze video zien, is deze adventkalender te koop. Dus ja, dan kan ik altijd nog in, op Instagram story laten zien wat er in vakje 6 tot met 10 zit en wat ik daarvan vind. Dus check dat even als je dat wil weten. Gaan we nu echt beginnen met de unboxing. Hele lange intro, maar goed, vakje nummer 1. Die zit hier. En ik zit het op volgorde, ja. Wat je ook kan doen trouwens. Dit kun je dus in een boom hangen, aan de kerstboom. Dus misschien kun je dit allemaal verspreid door de boom hangen. En dan moet je echt in de kerstboom gaan zoeken waar het vakje zit. Waar het doosje zit. Dus dat is misschien ook nog wel leuk. Nu ga ik hem echt openmaken, want ik ben echt veel te lang aan het praten. Vakje nummer 1 is dus een glitterdoosje. Op zich kun je dit ook wel weer leuk bewaren voor cadeautjes of zo. Misschien goed om te vermelden, dit jaar kun je weer kiezen voor een zilveren of gouden adventkalender. En ik heb gekozen voor goud, want ik draag goud. Huh? Huh? Oké, ik begin maar gewoon. In vakje 1 zitten deze oorbellen. Ik noem het trouwens vakje, maar doosje 1, whatever. En ik vind ze echt oprecht heel leuk, maar er zit een oorbel bij en... Het is precies dezelfde oorbel. Dus ik heb 3 dezelfde oorbellen. Maar deze zitten los in. Dus ik denk dat daar iets fout is gegaan. Weet ik niet helemaal zeker.
Maar dit zijn de oorbellen. Heel erg leuk vind ik dit. Een hele mooie, unieke vorm. En ja, ik zou dit zeker wel dragen. Ik ben hier ontzettend blij mee. De sieraden zijn dus van roestvrij staal, dus het verkleurt niet. Echt heel erg leuk. Dus heel erg benieuwd naar vakje 2. Maar ik heb er dus wel een extra oorbelletje bij gekregen. Is denk ik niet helemaal de bedoeling, maar ik ben er wel ontzettend blij mee. Dus dit is vakje 1. Vakje 2 is een mooi rood doosje. Of een beetje bruinrood. A little magic on your wrist. Dit is dus een armbandje. Persoonlijk hou ik niet zo erg van die zwarte of van die stoffen armbandjes, zeg maar. Hoe krijg ik dit dan strakker? Oké, hij is mij dus een beetje groot. En ik snap niet helemaal, ja, misschien zie ik het zelf gewoon niet, hoe ik hem strak moet krijgen. Kijk, dit is het armbandje. Hij is op zich wel heel schattig, dus. Maar ik ben gewoon niet zo fan van dat zwarte stoffen. Maar hoe krijg ik dit strak? Want hier zie ik wel zo'n lusje als ik daar aan trek. Maar dan heb je het zo. Dat lijkt me ook niet helemaal de bedoeling. En verder zit er ook niks aan waar ik aan kan trekken of om het strakker te maken of zo. Dus ja, ik heb geen idee hoe ik deze strakker krijg. Maar misschien is het wel super simpel. Dus als jij het weet, let me know in de comments. Maar dat is dus het armbandje. Niet helemaal mijn smaak, maar ik vind het detail, dat gouden detail, vind ik wel heel mooi. Dus ik weet zeker dat heel veel dit wel mooi vinden. Door naar vakje 3. Dat is dus deze. Oeh, en dit is volgens mij een ring. Ja, deze vind ik wel heel leuk. Dit is een gouden ring en er staat "That one ring you always wear". Een hele basic ringetje. Kijk, dit is een beetje de vorm. Maar hij is dus wel verstelbaar, dus dat is ook wel heel fijn. Maar ik vind dit wel een hele mooie ring eigenlijk. En ik weet zeker dat ik dit wel zou dragen. Ik ga hem denk ik ook gelijk omdoen. Oké, er zit nog een soort ijzerdraadje omheen waar het kaartje aan zat. Of waar die vast zat aan het ijzerdraadje. Dus dat moet ik er nog even afkrijgen. Maar ik heb echt hele erg uitgroeien. Dus mijn nagels zijn veel te lang, dus die krijg ik even niet af. Maar zeker een hele mooie ring. Vakje 4. Oeh, deze vind ik ook heel leuk. Dit zijn oorbellen en er staat "Wait until tomorrow to complete your ear party". Wait until tomorrow. Oeh, zou er in vakje 5 dan iets in zitten wat hierbij hoort? Ik ben heel erg benieuwd. Dit zijn de oorbellen. Ja, dit zijn wel echt oorbellen die ik persoonlijk zou dragen. Van die, ja, wat kleine ronde basic hoops. Iets dikker ook. Ik vind ze wel echt heel erg leuk. Hier ben ik eigenlijk ook heel erg blij mee. Tot nu toe ben ik echt nog heel positief. Dus dat vind ik wel heel leuk. Maar er staat "Wait until tomorrow". Dus ik ga nu snel vakje 5 openmaken. Want dat zou dan toch met elkaar te maken moeten hebben. Lijkt mij. Het laatste doosje die ik dus voor deze video kan en mag openmaken. Oh ja. Ik denk dat je die dan samen kan combineren. Dat ze dat dus bedoelen met die ear party. Dit zijn namelijk ook weer oorbellen, toch? Of niet? "It's time to rock your new ear party". Nee, dit zijn bedeltjes. Die kan ik. Oh, die kan ik aan. Deze oorbellen van net doen, denk ik. Maar dat zou ik persoonlijk niet zelf doen. Dit zit er in vakje 5. En als je het zo ziet, dan denk je, oh, dit zijn oorbelletjes. Maar als je hem omdraait, dan zie je dat het, ja, vast zit. En dat hij geen, ja, noem je dat, stekertjes of hoe noem je dat? Weet ik veel, van die dingen hebt wat je door je oor kan steken. Dus dit zijn denk ik bedeltjes. En die kan ik dan aan deze combineren van vakje 4. Dus ik denk dat dat bij deze zo de bedoeling is om die dus daar aan te doen. Persoonlijk vind ik het zo leuker. Dus gewoon basic van die mooie hoofs. En deze vind ik dan iets te groot, die sterretjes, om dan daar aan deze, ja, hoops te doen als bedeltjes. Maar ik denk wel dat het heel schattig kan zijn. Maar persoonlijk zou ik het dus niet zo samen dragen. En zou ik hem dus zo los dragen. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Ook dat sterretje, dat past natuurlijk ook wel bij de kerst. Ik vind het wel leuk. Maar ja, dat zou ik dan denk ik aan een ander oorbelletje doen. Met een kleinere, minimale hoop. In plaats van zo'n dikke statement hoop. Maar goed, dat was alweer vakje 5. En helaas kan ik dus niet in deze video de rest van de vakjes openmaken. Omdat ik hem dus als preview heb gekregen. En zodat het nog als een verrassing blijft voor jullie. Al snap ik wel dat jullie daar misschien geïnteresseerd naar zijn. Dus ik zou zeggen, check even mijn Insta. Dan ga ik het op mijn story
plaatsen. Mocht je daar dus wel interesse naar hebben, dan kun je dat even checken. Dus ja, wat vind ik er tot nu toe van? Ik vind het wel lastig om mijn mening over deze adventkalender te geven als ik niet volledig de inhoud weet. Ik bedoel, vaak vind ik het ook wel, de knaller moet ook echt een knaller zijn. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat dit jaar is in het laatste vakje. Maar goed, daar gaan we achterkomen. Tot nu toe vind ik het eigenlijk echt oprecht heel erg leuk. Ik zou het allemaal wel dragen. Behalve dus die bedeltjes. Die zou ik dus dragen bij een ander oorbelletje of zo. Niet met zo'n grote hoep. En het armbandje in vakje 2 vind ik ook wel heel leuk. Maar dat zwarte stof, dat trekt me gewoon wat minder aan. Maar eigenlijk vind ik het ontzettend leuk. En ik denk dat heel veel anderen dit ook leuk gaan vinden. Dus ik ben er eigenlijk ontzettend blij mee. Dus dat is natuurlijk positief en goed nieuws. Dus dat was deze adventkalender unboxing. Check even de beschrijving dus. Daar zal ik het linken. En check ook even het YouTube kanaal van My Jewelry. Ik heb ook nog wat items los van My Jewelry opgestuurd gekregen. Dus die wil ik ook nog even laten zien. Als allereerst heb ik namelijk het topje wat ik nu aan heb van My Jewelry. Het is dus een beetje zo'n geborduurd topje met van die prachtige mouwtjes. En daar heb ik een bijpassend rokje bij aangedaan die bij elkaar hoort. Ja, ik vind dit wel heel erg leuk, misschien voor kerstavond of zo, of in ieder geval een leuke gelegenheid. Eigenlijk heb ik nooit zo van die mouwtjes, maar ik vind het eigenlijk wel heel schattig. Dus die heb ik gekregen van My Jewelry. En dus het rokje die ik nu even ga laten zien in de aanbeelden. Nou, en daarbij was er dus nog wat binnengekomen. Dus even een kleine shoplog nog. Want ik mocht ook nog wat dingen uitzoeken bij de webshop My Jewelry. Als allereerst kwam er nog een tasje bij. Een canvas tas. Dus daar ben ik altijd blij mee. Dat is ook gewoon chill voor boodschappen of voor sporten. Maar ik heb dus nog één ding uitgekozen. En daar ben ik echt heel blij mee, denk ik. Hoop ik. Dat is namelijk deze soort van teddy-achtige jacket. Jasje. Super leuk toch voor de herfst. Met dat oranje en dat bruin. Ik vind hem echt heel erg leuk. Lekkere sjaal erboven en dan is hij op zich wel warm. Hij is niet mega dik, maar wel zo'n lekker teddy stofje. Dus dat is dit jasje die ik nog had gekregen. Die heb ik in een maatje M besteld en die kost 50 euro. En het topje wat ik nu aan heb en het rokje, die heb ik allebei in een maatje S en die kosten 40 euro. Dus dat zijn deze van het topje en het rokje. Dus ja, dat was eigenlijk alweer deze adventskalender unboxing. Ik hoop dat jij hem leuk vond. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. Wat vind jij er dit jaar van? Ik ben er eigenlijk wel positief verrast. Ik ben er ontzettend blij mee met de inhoud. Nou moet ik nog even wachten natuurlijk op vakje 6 tot en met 10. Want ja, die heb ik nog niet gezien. Dus daar kan ik ook nog geen mening over vormen. Maar dat zou ik dus laten zien op mijn Instagram stories. Mocht je daar dus interesse naar hebben. Maar als je denkt, nee Floor, ik wil het lekker als een verrassing laten. Ik bestel hem gewoon. Moet je dat lekker niet checken. Dus laat zeker weten wat jij van de adventkalender vindt. En check even de beschrijving. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ja, tot de volgende video. Doei doei!